Hallo dames en heren, we hebben een nieuwe video vandaag. In deze video ga ik reageren op een liedje van twee Belgen. Ik ben hier niet alleen. Met wie ben ik eigenlijk? Met Barnacle. Met Barnacle? Nee, Diggy. Nee, gay! Maar jongens, vandaag gaan we reageren op een liedje van België. Céline en Michiel. We gaan het eigenlijk gewoon samen op reageren. En dan gaan we zien wat er uit onze mond komt. Dus we gaan heel de video een beetje kijken, we gaan een beetje stoppen en klak. Wat zeg ik nu? Ik zou klatsen zeggen, what the fuck. Maar we gaan een beetje stoppen en we gaan een beetje een mening geven, jongens. Dus zeker duimp nog. Hey, Barnacle, hoeveel likes moeten we gaan? Voor hoeveel likes gaan we? 100, sowieso. En sub! 100! Is dat nu bezig? Ja. Mannetjes, oké, ja, 100 dan. Jongens, kun je die 100 likes aan. We gaan dus gewoon beginnen te kijken en dan gaan we onze al twee onze mening gewoon een beetje geven. En dan gaan we maar beginnen, zeker. Oké. Mannetjes. Oh. Mooie auto. Ja, mooie auto inderdaad. Viel je uit de bol. Soms dacht je dat het goed ging, toch liep het fout. Je twijfel was soms groot. Soms noemden ze je gek, maar dat liet je koud. Oké, ik wil even wel iets zeggen. Ik bedoel, sorry, maar ik snap die tekst eigenlijk niet. Over wie gaat het zelfs? Ik bedoel, ja, nee, meestal als je... Geen idee. Ik ja, heb bedoel, geen idee. Ik heb ook echt geen idee. Om letterlijk, ja, ik weet niet, maar... Ik dacht eerst dat het over Acid ging eigenlijk. Ja, omdat hij ook al zoiets had gezegd over... Omdat hun Acid hebben ingehaald met abonnees. Ja. Acid vindt dat natuurlijk niet tof, dus... Draai oor, rapapapapam. Je stak de boel in vuur en vlam. Met zoveel nieuwe fans erbij voel jij je famous en vrij. Maar moet ik zeggen, wat ik ook vind, die al die YouTubers denken echt dat ze gewoon kunnen zingen of acteren, hè. Bedoel... Ja, dat begint nu meer en meer, hè. Ja, die YouTubers die ineens gewoon... liedjes beginnen maken. Ja, dat is gewoon... Die willen allemaal views. Wat is dit? Oh, ik vind het zo grappig. Ben je arm of rijk? Oké, hier wil ik ook even een mening over zeggen. Heb je ooit een persoon gezien die helemaal rood is eigenlijk? Nee. Nee, ik bedoel, jongens, die gaat het letterlijk over racisme, over famous en al van die dingen. Ik bedoel, wit, bruin, rood of gekleurd was het iets. Ik bedoel, ik heb nog nooit een rode guy gezien, letterlijk. Ik bedoel, ja. LOL! Ik vraag het me af, maar oké, ik bedoel... Ik denk dat meer, dat ze het over hebben, dat je niet racist moet zijn, maar hun zijn juist racist. Dus om hun beginnen over rood en al. Ik bedoel, rood bestaat niet eens in, kleur toch, hè. Maar even, wat was dat refrein? TikTok, TikTok, TikTok. Ja, wat nog eens horen? Kijk jongens, sorry, maar ik vind hoe die dansen, dat is echt erover, hè. Ik bedoel, kijk. Ik vind die middelste een hele rare. Sorry, maar ik vind het echt heel raar. Die doe ik mee in al die videos, daarom staat die ook in het midden, hè. Ja. En ik weet niet waarom die daarachter staat. Hier staat ook nog een meisje. Of is dat... Ja, hier staat ook nog een meisje, maar je ziet die helemaal niet. Dus ik weet niet wat voor zin dat heeft. Toch? Kijk, je ziet die letterlijk niet. Nee. Sorry, maar als je even... Als ik dan even naar hun blik ging kijken, hoe kijk ik dit soort... Sorry, maar dit is het toppunt van cringeheid. Ja, kijk, misschien is deze video ook wel cringe, dat weten wij, maar ik moet... Ja, kijk. Bij dansers hebben ze meestal zo facial expressions, maar... Zij gaat er een beetje over, man. Jongen, kijk maar even hoe die beweegt, kijk. Die doen zo precies heel hun leven hangt daarvan af, zo. Kijk, die doen precies zo heel hun leven hangt daarvan af. Oh.
maar gezien. Ja. Kijk hoe die kijkt. Die kijkt, die wil het niet in de nacht zien hoor. En spreken een taal die iedereen verstaat. Letterlijk verstaat. Bedoel, ja, dat kan nooit. Begrijp dan, hè? Dat is hetzelfde. Hè? Ja. Dat klinkt beter. Bedoel, mannetjes, dat weet toch iedereen? Bedoel, die willen letterlijk haat. Die willen dat letterlijk. Bedoel, weet je ook zelfs dat die alle haatcomments gewoon verwijderen? Blijkbaar is dat zo, hè? Ja, die verwijderen alle haatcomments, hè? Oh. Dus ja, dat is ook het zieligste van al. Ja. Jouwe van je hebt je eigen weird style. Je geeft aan alles wel een draai, hoor. Rappapapapam, je steekt de boel in vuur en vlam. Met zoveel nieuwe valse bijbel, jij je famous en vrij. Je bent zo bijzonder in die wereld wonder. Je bent cool en trending en dat is weer. Je bent zo bijzonder op een paar seconden. Met miljoenen views ga je weer viraal. Synchroon. Kijk, bedoel, dat stemmetje wat zij net deed, of wat ze zegt, dat verstaan niet eens Nederlanders. Had je dat gehoord? Ik snap niet waarom dat Paris Saint-Germain erin is. Ja, gewoon... Sorry, maar hun... Misschien omdat ze voetbalvideo's famous, maken. Ja, en, ik weet niet, ja, misschien. Ook. En ook omdat famous en al zo. Garzo, ja, okay. Als teller en nummer. Weet je niet wie we zijn, dan zeggen wij oké, boomer. Oké. Dit is cringe. Deze moet je gewoon niet meer zeggen. Want die Acid zei dat. Die Acid video, jongens. Dat jongens, daar komt een klein clipje in beeld wat Acid daar even over zei. Okay, ja, maar stel je voor. Ja. Letterlijk. Ik bedoel, dat, ja, jongens, jullie hebben even gezien wat Ace daar eigenlijk over zei. Ik geef hem echt letterlijk helemaal gelijk in. Bedoel, als je ons niet kent, dan ben je een boomer. Bedoel, ik zou dat graag hebben dat ik jullie niet kende. Bedoel. Ja, echt net zoals wat Ace het samen. Maar ik snap het niet. Als nu bijvoorbeeld iemand van 15 die daar helemaal niet aan kijkt en ja, die niet kent, dan is dat ook ineens een boomer. Maar dat. Die logica, die klopt niet, man. Nee, inderdaad. Dus als een 12-jarig kutkind, als een 12-jarig meisje of zo daar naar heen kijkt en die kent hun niet, dan ben je opeens een boomer. Ik bedoel, de kindjes die hun leeftijd, die weten waarschijnlijk niet zo wat een boomer is. Daar is ook heel grappig over. Die weten volgens mij snappen ze hun ook niet wat een boomer is. Want... Nou, ik weet dat wel. Die snappen dat sowieso, maar hun tekst, bedoel, hun vragen om haat. Sorry hoor, maar bedoel. Ja, ik heb er geen woorden voor. Laten we gewoon verder kijken, ik heb er geen zin in, nee. Ja, en dat is ook weer iets cringe. Raar, man. Dat is weer... Nee. Dat wordt gewoon echt gepest voor hem. Ik kan wel iets met een bal, man. Maar kijk, peace, bedoel... Ja, dit is ook weer echt veel. Hun doen precies zo, hun zijn Enzo Knol 2 of zo. What the fuck, ouwe? Bedoel, jongens, Enzo Knol, Enzo Knol is gewoon beter. Bedoel, jongens, natuurlijk, jullie vragen me waarom haalt jullie op fucking Belgische YouTubers? Bedoel, dit is de topheid van cringe, hè? Bedoel, nou ja, mijn YouTube-kanaal is ook op zich cringe, ik speel Minecraft, maar bedoel, dat is nog een niveau lager dan dit, bedoel, snap je? Ja, maar zijn gedragen ook... Ze gedragen hun eigen heel anders dan dat ze eigenlijk zijn, volgens mij. Ja, bedoel, kom jongen, disliken, gelijk meteen. Hoppa, jongen, ik bedoel, moet die chat nou laden of... Ja, ik snap er niks van, bedoel jongens, ik ga... Even refreshen. Oh, opeens ziet heel mijn ding wit. The fuck? Ja, reclame. Jongens, ik geef u nu letterlijk gewoon geld. Ha, godverdomme. Oké, jongens. Ik had trouwens die video ook al gemaakt, maar ik had blijkbaar niet opgenomen ofzo. Dus ik had alsjeblieft left the chat, jongens, like dat gewoon. Nou ja, kijk, bedoel, als we even naar die reacties gaan kijken. Dit is echt het ergste leuk lied ooit. Ja, bedoel, Nine. Ja. Toen Michiel zei arm of rijk, dacht ik dat Dylan Hages was. What the fuck? Die snap ik niet. Oké, jongens, we gaan even Dylan Hages gewoon een stukje van zijn stem erin laten. Nou, ik vind het eigenlijk op niks trekken, maar, nou, oké. Hallo, mijn droom is om jullie te ontmoeten. Als dat uw droom is, zou ik daar sowieso voor gaan, meisje of jongen.
Geweldig, ik word zelf gepest. Ik hoop dat het nu ook wat minder wordt. Sorry, denk je aan belachen, maar... Oh, tranen. Ik word zelf gepest. Ik hoop dat het nu wat minder wordt. Ik bedoel, sorry, maar als je dat liedje luistert... En je hebt dan met oortjes op en iemand vraagt aan je welk liedje luistert hij, dan zul je 100% gepest worden. Sorry, maar ja. Oh, mijn god, tranen. Amai. Echt leuk. Zo bijzonder, ja. Wat wilde? Je begint iemand opeens Frans te praten, oké. Okay. Dit is mijn favoriete liedje. Echt ja, met GT. GG. Super gast. Oh, dus Celine hoort er blijkbaar niet meer bij. Kunnen jullie please ook op Spotify? Nou, ik weet liever niet waar hier staan, maar beluister op Spotify, maar oké. Okay. Nou ja, jongens, dit is eigenlijk een beetje mijn reageren op samen met Barnacle. Yes. Nou ja, ik weet op zich echt niet wat we ervan vinden. Ik bedoel, ik schaam me oprecht. Ik schaam me diep. Ik ook. En, YouTubers moeten gewoon niet beginnen zingen. En klaar. Jongen, ja, inderdaad. En de mensen die hierop gaan haten, dat mag allemaal, boeit me waarschijnlijk gereed. Om de mensen die hierop gaan haten of op mij gaan haten, zijn 12-jarige kindjes die hun fans zijn. Dus dat maakt mij oprecht niet uit. Ik bedoel, ja, ik heb er geen woorden voor. Ik denk dat we deze video gewoon kunnen stoppen eigenlijk. Ja, ja. Ik schaam me oprecht. Maar jongens, dan wil ik u en meisjes bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ze toch een toffe video vonden. Nee. Jongens, ik hoop dat jullie toch een toffe video vonden. Zeker een duimpje omhoog en abonneer als je nieuw bent. Like zeker deze video. Als u van deze meer content wil, willen wij jullie 100 likes zien. 100 fucking likes. En dan komt er een deel 2 van een ander liedje online. Dan komt er een Mattie Geldwolf of geen Cartier Rebinks. Ik weet het niet. Er komt gewoon een nieuwe goede video en dan wil ik jullie bedanken en dan zie ik jullie later.